Altijd voor de kant, die jongen. Dan gaan ze als een raket, hé. Kom op. Ja. Ja. Oeh. Ja, 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 ja. Beste pak, hoor. Beste jongen. Lekker. Beste dikke pak, hoor. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met... David Fishing Team. Lekker. De naam. Het is fantastisch, jongens. We gaan lekker vissen. Op Karper. Dus een keer wat anders voor Daniel. Het jaar zijn engels niet aangeraakt. Ja, de afstandsengels niet aangeraakt. Ja. We hebben natuurlijk best wel wat karper gevist de afgelopen tijd. En ik moet zeggen, ik heb er zo hard van genoten. Als je dit trouwens wat muziek op de achtergrond horen, is daar een of ander festivalletje. Rolt muziek. Maar dat maakt niet uit. We hebben lekker een pilsie. Het is de warmste dag van het jaar. We gaan hopelijk een aantal mooie vissen vangen. Chitty heeft mij uitgenodigd op een water waar echte bakken zwemmen. Nou, mijn Nederland PR, die heb ik niet gewogen. Ik denk een pontje of 30. Mochten we een vis vangen boven de 30, dan kroon ik het mijn PR. En dan gaat er wat gebeuren, hè, jongens. Dan krijgt hij zo'n emmer met water over zich heen. Ja. Dat is natuurlijk prachtig. Dus ja. Daar gaan we voor. Daar gaan we zeker voor. Zeker. En we gaan vandaag allebei een video schieten. We gaan proberen om allebei een heel ander soort video te doen. Ik ga sowieso met hem even een soort van een Q&A'tje doen voor zijn kanaal. En mocht ik natuurlijk een PB vangen, een personal best, dan mag hij mij dopen voor de personal best. Dat is dan ook te zien op zijn video. En daarnaast zaten we te denken, misschien kunnen we wel iets van een giveaway'tje doen. Zij zitten bijna op de 30.000 abonnees, dus hartstikke veel. Maar als we 30.000 hebben gehaald, dan mag één van jullie een dagje met ons mee vissen. Toch? Zo is het. Ja, dat gaan we gewoon doen. Daar gaan we voor. Als wij binnen een week die 30.000 hebben aangetikt, dan gaan wij gewoon iemand pakken die heeft gereageerd op hun video. En die gaan we dan meenemen. Sowieso, na deze video ook even hun video checken. Staat hier onder in de beschrijving. Laten we in ieder geval lekker gaan vissen. Precies. Wat is het plan? Eerst doen we altijd de duimpjes omhoog, abonneer voor meer. En voor de rest gaan we gewoon die hengels erin knallen. We hebben al een paar mooie plekjes gekozen. Hengels een beetje verspreiden. De een met een pop-upje, de ander met een bolie, de ander met een tijgenoot. Kijken wat werkt en gewoon kijken of we een paar dikke mooie spiegels kunnen gaan vangen. Ja, en we gaan vrij simpel vissen, hè? Simpel vissen, een beetje voer eromheen. Ja. Best wel een drukke viswater. En dan moet je het soms niet moeilijker maken dan het is. We gaan er gewoon voor. Lekker, man. En je zei spiegels? Spiegels zwemmen bijna alleen maar spiegel. Dus als een schubvanger is het juist heel uniek. Er zitten wel hele mooie schubs ook. Ja. Maar eigenlijk voornamelijk spiegels, echt van die uitzetters met zijn dikke pens. Ja, zet? Die willen we echt hebben. Lekker. Dus we gaan gauw die hengels ingooien. Lekker, man. We vissen vandaag heel simpel. Ik heb 2 TX2'tjes met daarop Shimano beetrunnertjes. Dat zijn de Longcast XTB'tjes. Super fijn. Ik hoef ze alleen niet uit te werpen, want we gaan ze uitvaren met het bootje van Chitten. Dit is een mooi voerbootje. Ideaal. Ik heb een heel simpel systeempje gekozen. Ik had geen zin om te knopen. Ik heb nog allemaal spullen in een verhuisdoos. Ik heb letterlijk een verhuisdoos met karperspullen meegenomen. Want er stond nog van alles in Alkmaar in de schuur. Ja, er stonden spullen bij mijn ouders. Ik wist niet wat ik allemaal had. Dus ik ben nog even naar de winkel gegaan. Ik heb gewoon kant-en-klaar omlijntjes gehaald. Uiteindelijk was het niet nodig geweest. Ik heb alles gevonden. Maar goed, kant-en-klaar heb ik meegenomen. Even kijken, hoe heet het deze keer weer? Hit-and-run systeempjes van PB? Volgens mij, hè? Hit-and-run. Dit is een zogenaamd visveilig systeem. Wat er gebeurt, als je een vis eraan hebt en je lijn breekt, dan flop, ben je het lood kwijt. Ze zwemt in ieder geval de vis alleen met het lijntje vast. Daarop gewoon kant-en-klaar. Onderlijntje volgens mij van Corda. Super scherpe haakje erop. Er gaat een boilertje op, er gaat een pop-upje op. Voertje, super eenvoudig. Kleine bollen en grote bollen. 15 mm en 20 mm. 15 mm heb ik een aantal van gecrushed. En een crusher. Chitten die had nog wat particles. Die hebben er doorheen gedaan. Ja, ook lekker zoet. Lekker zoet voertje. Ik hou er altijd wel van. Ja, je kan ook een beetje hard vissen op de karpers, maar zoet hou ik wel van. Wat heb jij van moois? Wat heb je er doorheen gedaan? Lekker spotmixje. En zwarte en normale tijgenoten door elkaar heen. Die zwarte tijgenoten, dat zijn de echte knallers. Ja? Ik heb er ook eentje van aan. Zwarte tijgenoten? Zwarte tijgenoten. Ik dacht, die dingen zijn verrot, joh. Ja, je ziet ze niet vaak. Zwart valt heel erg op, hè, onder water. Ja, dat vinden die karpers heerlijk. Nice. Het is dat je geen geur hebt op de camera, maar dat ruikt goed. Zal ik eens aan ruiken? Lekker zoet. Zo, je ruikt echt die suikers. Zoet. Nice, man. Zoet eigenlijk. Lekker. Top, man. Dan gaan we de hengels invaren. Ja, we gaan de hengels uitvaren. Nee, ik zal je ook even laten zien wat voor stekken we hebben gekozen. Hoe we een beetje gaan vissen. Kan jij anders even vertellen hoe we het hebben aangepakt? Wat was onze gedachtegang toen we de stekken gingen kiezen? Ja, we hebben hier eigenlijk een aantal onze
linkerhand hebben we best wel een groot stuk water. Het is wat dieper. Vandaag super lekker weer geweest. En achter ons hebben we dus een kleiner, ondieper gedeelte met veel lelies. Onze verwachting is dat de vis daar juist een beetje overdag is heen getrokken om lekker te gaan zonnen, lekker te chillen onder die lelies. Je had wel weerman kunnen worden, weet je dat? Ja. Grote karpen weerman. Piep, pauze, maat. En er zit een klein slootje tussen het grote en het kleine gedeelte. Ja. Wij verwachten dat de vis van de kleine... Die gaan natuurlijk heen en weer zwemmen. Die gaan heen en weer zwemmen. Op een bepaald moment. En weet je wat daar ligt? Onze hengels. Ja, precies. We gaan de hengels zo neerleggen dat we gewoon... terwijl de vis... We gaan ze onderscheppen, hè? Dat we ze gewoon gaan onderscheppen. Ja. Verder is nog één stekje waar we gewoon wel eens vaker mooie vis hebben gevangen op het grote gedeelte. Ja. Altijd doen wat werkt, hè jongens. Ja. Soms moet je niet moeilijk maken. Never change the winning team. Zo is het. Ja, en we hebben daar net ergens een karper zien zwemmen. Dus daar in de buurt gaan we ook een aasje neergooien. Met de drone hebben we even gekeken. Het waren gewoon een dikke karper. Was echt een grote, hè? Ah, zo. Dat was fucking breed. Ja, gaat goed komen. Lekker. Nou jongens, we gaan lekker knallen. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat we een mooie gaan vangen. Het is niet per se een water waarop we verwachten dat we er 10 gaan vangen. Het kan, maar joh, als we 1 of 2 visjes vangen, in ieder geval eentje de man, zou heel mooi zijn. Ik denk dat ik met Chitter ga afspreken dat mocht ik een run krijgen en ik heb een vis gevangen, mocht ik dan nog een run krijgen, dan is hij sowieso voor Chitter. Dan denk ik dat we om en om met de vissen doen in de video, zodat jullie ook niet dezelfde video zitten te kijken als jullie naar onze video's gaan kijken. Ik denk dat we het ongeveer zo gaan doen. Gaat hartstikke leuk worden. In ieder geval heel gezellig. We hebben hier al jaren over gepraat. We gaan een keertje samen vissen. Nu is het eindelijk zover. Duurt even. Lekker man. Maar we gaan er dus voor. Run om run, vis om vis. En dan hebben we 2 verschillende video's met 2 verschillende soorten karpers. Lekker. Dat is lekker. Zo meneer, hallo. Wat gaan wij doen? We gaan het hengeltje uitleggen. Hengeltje nummer 2 voor mij. We gaan het hengeltje uitleggen en we gaan even uitleggen wat we doen. Dat ook. Dubbel. Zoals je ziet, gewoon een single bolletje. Niks meer en niks minder. De bloedworm halibut bolies. Maar de vraag is, heb jij wel eens een halibut gevangen? Een helbot? Nee, dat niet. Moeten jullie dat niet eens een keertje doen? Ja, ik wacht op een uitnodiging. Ik heb wel een leuk plekje voor je. Ik zou niet eens weten hoe die eruit ziet. Een grote platvis. Zo'n grote helbot. Zo'n mega platvis. Ja. Ik heb sowieso pas 1 keer in mijn leven op zee geweest. Nee joh. Ja. Gast. Ja. Gast. Ja, bizar. Hoe kan dat nou? Kan toch niet? Ja jongens, we gaan het doen. Het is gewoon een brugje waar iedereen altijd gewoon overheen loopt. Maar. Niemand verwacht dat daar dikke karpers zwemmen. Ja, we hebben net al actie gezien. We gaan hem ook echt onder het brugje leggen. Ja joh. Kijk dan, moet je kijken, wat een witvis ook. Zo mooi. Ja. Straks vang je een snoek op je boilie. Ja, dat is echt wel heel ondiep. Is het heel ondiep? 50 centimeter. Hoeft niet erg te zijn, zeker s'nachts niet. Zeker niet. Die vis die zwemt hier sowieso gewoon langs. Ja, voor heel veel mensen is 50 centimeter best wel veel. Precies, de gemiddelde vrouw is er hartstikke blij mee. Nice. We leggen je hengel gewoon neer, toch? En dan kijken we morgen wel of je beter hebt, toch? Ja. Hoe gaan we nou straks zien dat we beter hebben? Nou, we hebben in de tent een soundbox. Wordt het sprinten. Usain Bolt. Keihard erachteraan rennen. Hoofdlampje op. Nee. Nou, misschien gaat hij wel eerder af. Je weet het niet. Dit is toch vet? Gewoon 50 centimeter water. En zal je zien dat hier gewoon de grootste vis vanaf komt. Nou, ik heb het ook voor elkaar. Bij mij zit er ook een kutvogel op mijn sterk. Ja? Yep. Ja jongens, heb je er net zo lekker gevoerd en dan zitten de vogeltjes er al weer op. Jongen. Geheim voertje erin. Een paar gekruste bollen. Een beetje verspreid over heel de breedte van de sloot. Ja. Als ze hier langs zwemmen, dat ze sowieso voer tegenkomen. En als ze nog gaan eten, dan zijn ze dus ja. En nog een klein handje. Oh. Joep. Ja, we moeten natuurlijk wel even deze boilies van het fietspad afhalen, want straks... Dan fietst er iemand over die boilie heen en valt hij. Ja. Meer hoef je niet te doen. Hush. Nice. Ja, die laatste deed je het hem. Ja. Dit lijntje gaan we uitvaren. We hebben een mooi voerbootje. Ik heb het voertje wat we net hebben gemaakt. We doen niet te veel bij. Zo, een paar klauwtjes. Ja, je kan ook vanaf die andere kant daar zo voeren. Met deze flinke unit moet dat wel lukken, toch? Hey. Moet ik een paar hele bollen gooien. Dat gaat wel. Dit is voor die echte grootkarper, hè? Dit wordt hem. Het PR'tje. Die zagen zwemmen. Ja. Die zwemt hier. Noemen ze Henkie de Joekel, noemen ze die. Henk? Henkie de Joekel. Hij weegt 16,5 kilo. Mooie vis. Spiegel. Ja, en hij heeft maar 1 vin. Alleen 1 borstvinnetje. Dat is niet waar. Het zou wel wat zijn als je hem vangt nu, hè? Henk. Henkie de Joekel met 1 vin. En 1 oog. Die zwemt hier wel, serieus. Ja? Ja, dat is echt een hele lelijke vis. Eén oog ogenig zo. Morgen.
Oké, nou, we hebben dus een spiegelkarp. Ik denk dat het een spiegel was, hè? Of was, ja, het nee, het was sowieso een spiegel. Ja, was ook echt een brede unit, was het. Die zagen me zwemmen. Dan ga ik gewoon ongeveer ga ik hem droppen. Ik hoop dat hij daar nog steeds gewoon lekker ligt te wachten. Nou, dat zou echt mooi zijn. Beetje net in die opening. Altijd goed. Ja, dit is wel mooi. Dan ligt hij gewoon. Nou, mooi. Die ligt. Ik ga maar even strak draaien. Ik ga een paar bolletjes voeren. En er zijn wat vissen, jongens. Precies. Ik heb alles erin. Dan hoef ik alleen nog even batterij te halen voor mijn piepers. Want, dat is wel zo handig, hè? Ja. Nou, we hebben nu nog een reservepieper van Jitten. Dus ja, het is te doen. Nee, het is wel een serieus een mooi ding. Het vaart zelfs door de lelies heen. Ik ben benieuwd. Ja. Met de hakken over de sloot. Zeker weten. Ja. Hij ligt. Mooi ding. Hij ligt. Let's go. Daniel, vertel even hoe gooi je nou bolies met de boliepijp? Ik ben niet zo goed in pijpen. Maar ik ben niet zo goed met pijpen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Jezus, ga ver? Ja. Kijk eens, zie je? Gewoon in dat slootje daar. Ja, joh. Ja, jij kan redelijk goed met pijpen onderweg, ouwe smeerpijp. Ja, dat is tot nu toe echt nog geen eentje op je stek gekomen, grappig. Nee, weet ik. Maar dat klinkt goed. Ik dacht, ik doe ze met een stuiter, weet je wel. Oh ja, extra moeilijk. Misschien moet ik grotere bollen pakken. Ja, bij mij gaan ze veel te ver. Of niet op de stek. Oké, laat maar. Maar eentje dan. Oké, maar eentje. Ja, die ligt precies op de stek. Precies. Prachtig. Prachtig. Nou, meneer. Ja, meneer. Het zonnetje gaat bijna onder. Het zonnetje gaat onder. Het betekent dat ze zo los gaan. Als het donker is, dan komen de vissen naar boven. Hopen we. Ja. Nou, moet je kijken. Mooi zonsondergang. We gaan ervoor. Ga straks even frikadelletje bakken. Heerlijk. Warm avondeten. Oeh. Ah, hier, kijk. Hoppla. Kijk. Kijk dan. Hé, hey, 4 frikandellen. Lekker, man. Nou, doe maar dicht dat ding. Joe. Dit is dus een frikandellenbakker. Frikandellenapparaat. Nice. Ah. Oeh, oh. Tiana. Ja, de mieren hebben ook trek. Die eten mijn koe op. Ik snap het helemaal. Chefie kokkie, hoor. Het begint ernstig te lijken. Lekker. Ik denk dat ze goed zijn, of niet? Ja, we moeten eigenlijk de binnenste twee ruilen met de buitenste twee. Ja? Ja. Ja. Al ben je met DB, dan weet je dat je goed eet. Ja? Is. Gloeiend eten of niet? Ah! Maar DW Fishing Team bestaat voor Daniel Weijers Fishing Team, toch? Ja, precies. We doen het al lang, jongens. Lekker, man. Dus al ben je een beetje een karpvisser, doe de duimpjes omhoog. Maar jullie doen ook wel snoeken, toch? Ja, af en toe. Te weinig. Maar wij kunnen eigenlijk gewoon niet zo goed snoeken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, maar dan moet ik jullie gewoon een keer met mijn visserij meenemen. Dat is misschien wel een goed idee. Nou, best. Laat ook even in de comments weten als je dat leuk vindt. Een keer een snoekvideo met Daniel en DW Fishing Team. Ja, maar jullie zijn. We zeggen natuurlijk wel vandaag DW Fishing Team. Maar ja, we hebben natuurlijk wel de hoofd van de show nu hier zo. Maar Ja, weet je waar de DW voor staat? Nou. Ja, de D staat niet voor Chitten, die staat voor Daniel. Ja. De B staat ook niet voor Chitten, die staat voor Wietsen. En die zijn er allebei niet. Nee. Dus dat is helaas. Maar joh. Ik ben er iets later bij gekomen, heb het gewoon zo gehouden. Ja. Maar ja, weet je, jij hebt het gewoon overgenomen als wijze van de groep, zeg maar. Ja. Nee, ik zou hetzelfde zeggen. Daniel zit in Gerzo. Wietse, die heeft zijn knie, zijn kruisband gescheurd. Waarschijnlijk, zoiets. Of zijn knieband verrekt. Hij weet het nog niet. Maar, frikandels. Wij hebben frikandellen. So. Ja, denk je dat ze goed zijn? Ja, heel even. Keurmeester. Kijk dan. Hoppa, een delletje. Met een sausie. Met je zalf erop. Hier zo. Smikkelsaus. Samurai. Samurai saus. Lekker hoor. Ik wil graag dat jij mijn broodje saust. Oh, lekker hoor. Zo, hoppa. Best. Ik hou wel van sausen. Ja. Oh, hij heeft hup. Maar hij heeft wel. Het is hier goed warm. Oh. Ja. Mm. Hoogbam. Nou, iets smakelijk, jongen. Grote vriend.
Het is donker, het is kwart voor één, het is tijd om te slapen. Je hebt wel iets chiller slaapsituatie dan ik, stretchertje. Ik heb het, een stukje beter geregeld, kan je wel zeggen. Ja. Laat het zien hoe jij erbij staat. Ja, ik slaap op een matje. Ach, ben ik gewend. En ja, jongens, het mooie. Ja. Dit is denk ik het drugsbewandelde hondenpad van het dorp waar we nu zitten. Dus dat is natuurlijk prachtig. Morgenochtend wordt Daniel zo wakker gelikt. Ja, of wakker gepist. Een of andere dubus. Ja, misschien dat ik hem dan toch wel even dichtgooi zo. Dat zou ik maar doen. Ja, het is op dit moment kwart voor één. De hengels die liggen in ieder geval uit. Wij zijn klaar. Maar hij gaat gewoon af straks. Wij worden gewoon straks gewekt. Zo is het. Lekker man. Jongens. Dan zijn we bij jullie terug. Slaap lekker. Slaap lekker. Zo, dames en heren. Ik ga lekker slapen. Ik wens jullie een hele fijne nachtrust en tot zometeen bij een dikke vis. Mazzel en tot ziens. Vis hoor. Ja, ja, is een vis aan. Denk het wel. Ja jongens, daar staat hij. Het is fantastisch. Op dit moment 1 over half 2. Ja, wat doen we hiermee? Maar, ja, gast, 2 van 2 gehaakt. Ja, ja, dat is Carper. Dat is zeker Carper. Nee. Moet ik zwemmen? Jij hebt een mazzel, jongen. Jij hebt een mazzel. 2 minuten. Oei, 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 oei. Dikke, dikke maan hebben. Lekker, man. Nou, jongens, het is... geen bedtijd voor de kikkers, voor ons was het wel bedtijd. Ik was al een beetje moe. Ik begon net al een beetje te slapen. Ik ga nou wakker te worden. Redelijk vis, hoor. Het is geen monster, denk ik. Maar. Ja, het is in ieder geval de eerste. Dat komt er. Maar het is best wel mooi, hoor. Oeh, het zal heel bizar zijn als het een PR is. Dat zou prachtig zijn. Dan krijg ik ook nog een emmer. Ja. Ja, ik heb net zo'n gelijk de sleutel. Ja, dan krijg ik morgenochtend een emmer om wakker te worden en daarna moet ik zwemmen. Nou, dat is helemaal lekker dan. Mooi. Nee, nee, denk ik niet. Maar? Vis. Karpers, een simpel rikje. Met een simpel voertje. Hij is best lang hoor. En je schrikt hiervan altijd hoe breed ze zijn. Ja. Kom op. Ja. Ja. Oeh, ja, 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 ja. Kijk eens even. De beste bak hoor. De beste jongen. Lekker. 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 Zwemmen. Lekker. Nou, even zien jongen. Kijk die rug hè. Oké, dit is wel een mooie vis, ja. Ja, dat is gewoon een mooie vis. Lekker. Dat is vlot zo. Lekker. Deze. Los. Ah, hij is best zwaar hoor. Ja. Kijk eens. Auw. Schubbert. Hoppla. Best een dikke bak hoor. Wordt de hoogtillen als een grote vis. Altijd zo mooi net boven het matje houden. Lekker hoor. Zijn we blij mee. Zo mooie vis. Is het. Mooi. Eerste van de nacht. Volgende run is voor chitten. Even mooie kijken. Kale spiegel. We gaan eens even snel wegen. Ik denk dat die 11 kilo is. 11? Ja. Ah, prachtig. Precies 12 kilo. Nog eens. Nou, is toch mooi. Mooi visie. Zo 12 is het. Kilo. Ja, mooie vis man. Zeker. Lekker. Blij mee. Hij gaat gauw terug jongens. Rustig aan laten komen. Hopla. En met een stevige slag zwom hij de diepte in. Lekker vriend. Hoppa. Kijk, jongens, het blinken is al niet gebeurd, dus dat is prachtig. Ja, en de volgende is voor jou. Ja, dat moet ook. Het mooiste moet het wel gewoon om mijn eigen hengel gebeuren. Ja, maar ja. Karpvisser, ouder natuurlijk wel. Maar, we doen run om run. Dat hebben we afgesproken. Het zou ook mooi zijn als jij nou straks een 15 kilo plus vis vangt op mijn hengel. Dat zou prachtig zijn. Ja, ja, inderdaad. Het is nu met 4 hengels, jongens.
vingers kost. Super, de eerste is binnen. Zijn we blij mee? Heerlijk, 12 kilo. Mooi spiegeltje. Op naar de volgende. Simpelheid heeft zijn werk gedaan. Kant-en-klaar rigje. Snowmannetje erop. Portonnenlijntje. Oh, super. Mooi voertje hadden we. Zo. Goedemorgen. Ja, dit ziet er goed uit. En nog een smerig goedje. Kijk. Een witte substantie. Kwakkie zo. Een heel raar witte substantie. Komt dit toevallig uit de slaapkamer? Gemaakt in de slaapkamer van Daniel. Zo ziet het er wel uit. Hoppa. Kijk eens, bootje vol. Bootje vol. Dan is er nog wat smikkelen. Zo is het. Varen maar. Hé, hey, slaap lekker maar weer. Slaap lekker. Het volgende is voor jou. Ja. Je weet het, hè? Half uurtje. Ik word niet wakker nu, hè, als je piept. Nee, ja, ik wel. ik ga niet meer slapen. Doei. 1 minute 37 seconds later. Gast, vis. Zelfde hengel. Draaien. Nee, het is gewoon een beetrunner. Draaien. Wat? Lekker, gast. Hangen? Lekker. Ik pak even snel mijn camera, ja? Meneer. We hebben er één. Hetzelfde hengel. Ja. Het is er wel één. Het is sowieso een karper. Gekke fluiter, jongen. Jij lag ook te snurken, jongen. Wat? Huh? Nee. Was je hem nou? Ja. Gast. Wat een amateur. Nee. Wat een amateur. Nee. Wat een gekut. Op de lelies. Lelies, jongens. Jongen. Gaan we het lijntje bij het varen dan? Shit. Jij draait aan die... Het is zo raar, type. Ja, het is een beetrunner. Geen kwikdrekkie. Nee, dat is verwennen. Wakker worden. Even wakker worden, ja. Kut. Ik heb hem gepikt in mijn bakkers. Daar staat hij, jongens. Het is fantastisch. Heb je mijn oog dicht gedaan? Nee. Het is... hoe laat is het? Het is echt al 5 uur of zo. Ja, ik ga zo mijn auto weer. Daar zijn alle enkels voor jou. Ik heb echt nog niet geslapen. Ik ben alleen te draaien. Elke keer meer. Maar, ja. Ik moet zeggen, het voelde zich goed in. Dat is beter. Het zou mooi zijn. Ik heb alleen vastgezonden. Nou, we hebben net natuurlijk de misser gezien. Ja. Losser. De grote misser. Nou ja, weet je. Soms. Dan gebeurt dat. Precies. Dat hoort erbij. En dan, als je dan daarna ineens gewoon weer breek krijgt. Is dat toch mooi? Ja. Ik heb gewoon nog niet geslapen. Verrot, ik zat net echt gewoon serieus twijfel om gewoon alles in te pakken naar huis. Ja? Ja, dat is ook gekut. Ja. Weet je hoe frustrerend het is als je gewoon ligt te tukken en er zitten fucking mieren. Gewoon de hele mieren. Zo, ik word toch gek. Er zit hier eentje op mijn been. Als er is niks kutter, dan heb je bijna weer slaap. En dat er dan mieren over je arm heen kruipen. En over je gezicht en over je haar. En, oh, ja, en er zitten hier veel. Dat is niet normaal. Ik ga precies gekregen. Hij snapt. Hij weet hoe het moet. Nee. Hij gaat dwars door. Dat ja, je moet toch zwemmen. Daarna gewoon naar huis. Alles gelijk gehad. Ja? Pak de nagel mijn biezen, dan ga ik gewoon naar huis. Maar blijf ik lekker pitten. Ja, jij nog een paar uurtjes liggen. Wat is het? Misschien is het helemaal geen slecht idee. Oh, wacht. Is dit toch nog even dubbel goed nieuws? Hé? Hey? Ja, ik dacht nog heel even van, nou ja, weet je, of er mezelf al op. Dan ga ik altijd wel. Zo. Henk, ja. Wat doet hij nu? Ja, hij is wel altijd voor de kant, die jongen. Dan gaan ze als een raket, hé. En hier valt... Hier is het dan niet zo diep natuurlijk. Maar als je aan die andere kant, jongen, duiken gelijk de hele tijd naar beneden. Ja, ik vind hem wel behoorlijk zijn best.
Ja joh, en anders, ik denk als we even die hengel uitvaren en alles even doen. Even die vis en ertussen even in het water hangen. Ja. Dat dan gewoon prima te doen. Dus het licht kunnen we wat mooier laten zien aan jullie. Kunnen we knap, een paar knap foto's maken. Ik ben er niet zo fan van om een vis een hele nacht in een zak te laten zitten. Maar een half uurtje. Zo is het. Otsa. Lekker. Zo, dames en heren. Het is inmiddels 5 uur. Het zonnetje komt op. We hebben een karper in de zak. We varen deze even uit. En als zo meteen het zonnetje boven komt, dan gaan we hem even filmen en laten zien aan jullie. Pff, ik heb gewoon nog niet geslapen. Ik word helemaal strontlijf van de mieren. Echt, het is niet normaal. Echt, ik word er helemaal gek van. Maar de volgende keer moet ik een beter slaapplan verzinnen hier zo. Want dit is echt helemaal ruk. Echt, echt ruk. Vind jij het wel goed hoe het gaat zo? Ja, ik lach al. Ik vind het wel lachen. Ja, lijkt te snurken, hè? Ik lach lekker een paar boompjes om te zagen. Ik ga wel alvast mijn tentje opruimen, want ik ga toch niet meer slapen in die kuttent. Ga jij lekker liggen, jongen? Ik ga het tentje afbreken, denk ik. Ik ga nou even in de auto liggen. Dan geef ik jou even de saunabox. Ik wil even een half uurtje of zo even chillen in de auto. Ik word gek van die mieren, jongens. Ongelooflijk dat ik er eigenlijk nog zo lang op volhou. Oh jongens. Nou, ik kan jullie wel vertellen dat de moeite geweest om even op en neer te gaan voor een stretcher. Maar ja, goed. Wat zeg je dan? Sukkel. 1 minute 37 seconds later. Heb je beet? Ja, hier. Zij is leuk. Nee joh. Ja. What the fuck? Hoehoe. Nou jongens. Plan om te gaan slapen, dat is niet gelukt. Ik heb mezelf zo slecht gevoeld na een nachtje karper vissen. Ik ben ook echt weer tot de conclusie gekomen dat dit niks voor mij is. Oh, ik vang ze liever overdag hoor. Nou ja, af en toe is wel even leuk. Henk de Hommert, die moet gauw terug. Ja, daar gaat Henk de Hommert. Hij was wel sterk. Zo. Nou, dames en heren. Eigenlijk moest ik zwemmen, maar ik heb nog niet geslapen en ik heb geen handdoek bij me. Dus die hou je van mij te goed? Ja, het zo. En kijk, weet je, het kan alleen maar kouder worden. Dus ja. Hij denkt dat hij nu een goede deal afsluit. Ja. Maar als het volgende keer keihard plein zou regen. Ja, dan zeg jij, hey. Krijg ik de kaart. Ja, de zwemkaart. De zwemkaart. De zwemdiploma. Nee, ja. Maar goed. In ieder geval, ja, ik ga het even afbouwen. Het is, oh nee. We hebben nog een vis. Ja. Oké, dames en heren, gaan jullie gezellig mee. We gaan even kijken bij een vis. Goed, we gaan dat ding van mij er eens even bij pakken. Zo is het. Allemaal gewogen. Bijna 12,5. 12,3 kilo. Het even het zaad van zijn hand afspoelen. Deze ga ik even uitdoen. Dat zou ik maar doen. Ja, dat zal wild zijn. Nou, was dat al een flinke drill, dus... Een hoop actie zeg, de laatste 2 uurtjes. Mooi. Echt leuk. Ik dacht, ik ga dan voorbij slapen. Zat er niet in. Oh, sportschool jongens. Oh. Kijk eens dames en heren. Hier is hij dan. De grootste van de nacht. Bijna 12,5 kilo. Hele raar korte vinnetjes. Chitter zegt dat ze dat wel vaker hebben hier al. Het is een bepaald ras. Ik weet het niet. Ik heb het ook wel eens eerder gezien. Het lijkt alsof die vinnetjes een soort van afgesneden zijn. Moet je kijken. Een rare stompen. Korte kartelvinnetjes. Misschien even snel een fotootje, dan kan deze ook terug. Het is een drukke vis, maar echt een mooie. Heel weinig schubben. Bijna leden. Ja. Op zijn staart heeft hij 1 of 2 schubben. Ja, hier voor de rest... Zullen we proberen een fotootje? We gaan het doen. Echt een mooi vis. Zo! Lekker hoor. Hé. Hey. Lekker. Dit is echt een mooi nachtje. Zeker. Echt goed watertje uitgezocht. Slapen. Ja, kon eigenlijk niet beter. Goed wat. Ook niet klagen, weet je. Hier blijf je voor wakker. Ik moet wel zeggen, op deze manier nachtje is niet helemaal mijn ding. Normaal slaap ik best wel goed. Stretcher. Ja, ik had toch mijn stretcher moeten ophalen. Ja. Maar ik geen mieren gelast. Ja. Mieren last gehad. Ik ben eens bij mijn woorden. Ik ga zo even rustig alles oppakken. Opruimen. Flikkend in mijn auto. Dan heb ik een vuurtje in mijn bedje liggen. Maar, dat is een goed plan. Maat, was vet. Zeker weten, man. Hengel kan nog afgaan tijdens het opruimen. Die doe ik als laatst. Zo is het, hè. En in ieder geval, vergeet niet te liken en te abonneren. Bijna 30.000, en je weet het, hè. Bij 30.000, neem maar 1 van jullie mee.
Gaan we lekker een dagje vissen. Karpertje vangen, pennen of zo. Zo, zeker. Kosten. Mooie dingen. Prima. Super. Er gaan de boosdoeners die ervoor gezorgd hebben dat ik kon slapen. Ik zat dus overal in mijn tent, over me heen. Ik heb alles gehoord vannacht. Ganzen, muizen, vogeltjes hier in de boompie. Ja, echt. Wat een plek. Ja. En ik overdrijf echt niet als ik het zeg dat er overal mieren zitten. Moet je kijken, jongen. Nou, mijn spulletjes zijn braaf geweest. En best gedaan. Top spulletje. Echt blij met deze molens. Echt super nice. Engeltjes doen prima. Al nog deze neergezet voor die live aanbeet. Maar ja. Ja, jongens. Het is tijd om ze binnen te halen. Dan gaat deze jongen lekker slapen. Thanks weer voor het kijken. Tot de volgende. Mazel.